Hoogeveen TV wordt mede mogelijk gemaakt door de Zuidema Groep, Volksgoedhandel Hoogeveen, Nijenhuis Uitzendbureau, Hoogeveen Mannenmode, A28 Personeel en Opleidingen, ING, Tankstation Klok, Denny Schilderwerken en de Businessclub Hoogeveen. Is, uh, dit is de dag die ook zou komen. De eerste nederlaag, een hele laag, de manier weer op, ja, het doet je geen goed, hè? Nee, ja, het, ja, we, nog, we hadden nog niet verloren inderdaad. En dan, uh, ja, ook een spel wat we hebben laten zien tot nu toe was, uh, ja, of prima of goed. En dan, uh, ja, wat we vandaag laten zien was uh, ver onder de grens. Dat klopt, onder de, onder het niveau wat we normaal halen. Ja, het spel was, ja, zeg jij ja, goed, uh, alhoewel De laatste wedstrijd Zwaven Emmen was allemaal al wat moeizamer. Hè? Ik vond het eigenlijk vandaag net zo'n wedstrijd als tegen Zwaven. Uh, ja, nee, daar heb je wel inderdaad wel gelijk in. Um, normaal gesproken kunnen we ook in ons positiespel wat, uh, ja, wat, dat we wat dicht bij elkaar spelen en dat we dan zo een tegenstander ja, naar achter drukken zeg maar. En dat, uh, ja, dat lukte vandaag ook niet en tegen de Zwaven ook inderdaad dan, uh, ja, we, dan staan we te ver uit elkaar. We maken te makkelijke, ja, makkelijke fouten. Als je, ja, bij mijn fout bijvoorbeeld bij de, bij de 2-1, dan geef ik, hem, uh, geef ik hem zo weg. En ja, zo vind meer van die makkelijke ballen en dan, uh, ja, dan word je overlopen door de tegenstander. Terwijl het wel begin nog lekker was, die eerste kans gelijk voor Kenne Goumanen na een halve minuut. Ja, nee, kijk, dat is eigenlijk ook precies uh, ja, hoe we dan willen spelen, zeg maar. Uh, helemaal van achteruit, uh, helemaal opgebouwd. Jim geeft een steekbal en dan uh, kan Rafael hem gelijk afmaken. Nou ja, dat lukte dan helaas niet en dan... Uh, ja, vanaf daar, he, daarna ging het eigenlijk alleen maar bergafwaarts. Ja, en dan twee, inderdaad, nou, jij zegt dat bij die tweede. Uh, ja, zag Stam er ook niet goed uit, hè? He? Uh, hij heeft jullie vaker de been gehouden, maar vandaag een mindere dag, hè? Ja, nou ja, dit kan een keer gebeuren. Die jongens, uh, die is 17. ik denk dat we... Ja, meer naar de jongens moeten kijken die we hier al wat lang spelen, waaronder ikzelf. Dat wij uh, ja, vandaag niet hebben gebracht wat we moeten brengen. Ja, na die 2-1 denk je nog: van, ja, je hebt het vaker laten zien in dit seizoen, ja, je knokt je wel weer terug. Dat lukte niet. Uh, met name ook de ballen via Noah, waar natuurlijk altijd de dreiging vandaan kwam: vandaag niet. Nee, nee maar ja, alsnog, we moeten niet altijd op uh, Noah blijven gokken, dat hij het alleen maar voor ons uh, moet doen. Ja, nogmaals, normaal spelen we het vanuit positiespel en dat we dan hem in een 1 tegen 1 krijgen. Of uh, ja, dat hij zo dan naar langs gaat. Maar nu uh, ja, moet hij eigenlijk al uh, ja, te ver naar achter beginnen. En dan is het uh, ja, ook voor Noah erg lastig. Je noemt de kwetsbaarheid met Nooi dan misschien aan die linkerkant. Ja, eigenlijk moet je of je iemand aan de rechterkant hebben. Ja, nee, kijk, normaal hebben we, het, um, ja, we hebben gewoon aan de linkerkant vaak wat uh, ja, meer jongens van het positiespel. Dat we daar eigenlijk uitspelen en dat we dan uh, ja, aan de rechterkant willen aanvallen. Zeg maar, om dan daar door te komen. Maar dat. Uh, ja, dit komt er vandaag niet uit. En ook niet hoe, wij, uh, ja, hoe we op het middenveld staan. Normaal staan we wat dichter bij elkaar. Kunnen we ook de, de bal wat makkelijker en sneller veroveren. Maar we kregen nu uh, ja, continu counters onder oren. En ja, dan in de slotfase, lievel nog, twee, drie en dan Joost hoofd Ja, nou dat is gewoon een goede actie van Joost. Um, ik zag het zelf vanaf de bank niet helemaal meer goed hoe hij hem, uh, hem niet uh, op doel kreeg. Maar ja, dat zijn van die dingetjes dat uh, gaat er net mis. Nou, het licht gaat uit. Ik hoop niet dat het letterlijk en figuurlijk uh, is. Maar goed, in ieder geval, uh, ja, dompen voor vandaag. Uh, ja, periode die te gaat Maar weer spannend worden. Alles eigenlijk weer. Hè? Um, ja, nou ja Bigwick doet het de laatste tijd goed. En wij hebben ja wij hebben natuurlijk zelf geen wedstrijden gehad. Dus qua verliespunten staat het, uh, staat het er nog wel goed voor. Alleen uh, ja, als je naar de ranglijst kijkt, dan is dat toch een beetje apart als je dan uh, ja, qua punten weer zo dicht bij elkaar staat. Ja. Ja, het is al vaak gezegd, nou morgen wordt waarschijnlijk besloten. Hè, niet doorgaan. Ja, een week zonder training zou kunnen trouwens. Hè? Ja, dat zou kunnen. Um, ja, het is voor mij persoonlijk, ik vind het een hele aparte beslissing ook, dat jij, uh, ja, sporten lijkt mij goed voor de weerstand en ook goed uh, ja, voor je sociale gevoel. En ik denk in de buitenlucht uh, zeggen ze vaak dat er niet zoveel uh, kan gebeuren, maar ze hebben toch anders besloten, dus uh, nou ja, we gaan het zien inderdaad. Ja, en voor nu, maar even een kadertje verwerken. Ja, nee, dit is voor, ja, persoonlijk wel een flinke domper. Ik, uh, ja. ik ben ook net weer terug. Ja, nee klopt. En uh, ik had er zelf ook meer van verwacht. Ik, uh, ja, ik heb zelf belangen naar mijn, mijn niveau niet gehaald. En ik denk uh, ja, dat het voor meer jongens geldt helaas. Dus dan uh, ja, krijg je zo'n uitslag.